Een pandemie plus security, dat is geen kattenpis. Ik ben dus Brenno de Winter en ik ga wat vertellen over de technologie rond corona en hoe het allemaal zover is gekomen en wat katten daarmee van doen hebben. En voor mij begon het verhaal toen ik thuis moest blijven zitten. Was lockdown en op 6 april was er Hugo de Jonge op tv en die begon te vertellen hoe je exact kon meten hoe je met Bluetooth afstanden tussen mensen en daar kon je magische dingen mee doen. En dat was een advies van het OMT en dat moesten we met ons allemaal gaan doen, dus dat was echt wel fantastisch. En daarop volgde een appathon. Nou, in de aanloop van die appathon was ik betrokken bij een aantal partijen die daar een voorstel hadden ingediend. En 3 van die partijen die waren met vlag en wimpel gezakt en die gingen toch door naar de finale. Nou, daar had ik een mening over. En ik heb dat ook de hoogmis van het techno-optimisme genoemd. Nou ja, en daarop kwam eigenlijk al heel snel de vraag, konden die leveranciers dat allemaal dan gaan fixen? Nee, geen van die leveranciers voldeed. 700 aanmeldingen plus. En geen van alle bleek iets te kunnen leveren wat fatsoenlijke contact tracing kon doen. Een aantal van die aanbieders die waren al operationeel. In bijvoorbeeld Oostenrijk, Tsjechië, Singapore. Dus na deze appathon, toen duidelijk was dat ze of niet leverden, of het niet veilig deden, of zich niet aan de AVG konden houden, konden dus het ministerie van Buitenlandse Zaken collega's gaan opbellen met, ik denk dat u in uw land een probleem heeft. Dus nee, ze fixten het niet. En wat mij betreft is dit het beeld van de appathon, je moet het zelf doen. Goed, daarna kwam dus Ron op de lijn. Als ik het allemaal zo goed weet, doe het dan zelf. Ik zei, ja, die kennen we. Dan krijg je ergens een kamertje, geen budget. En nee, je mag doen wat jij denkt dat nodig is en wat goed is. En dan krijg je alle ruimte. Really? Ja, really. Nou, dat ben ik dus gaan doen met allemaal hele toffe mensen die er toen bij zaten. Het heette allemaal toen nog niet coronamelder. Ik vond zelf Dirk Willem van Gulik bij de eerste stand-up was zo'n gevoel van hij bestaat echt. Dat was echt wel heel tof. Nou, en dan ga je kijken van wat voor omgeving is het? En toen werd het minder gezellig. Dan krijg je wat informatie. En een van de dingen is waar je even rekening mee moet houden, is een statelijke actor die het op Nederland gemunt heeft, op andere landen. Want in deze landen is het allemaal al verkeerd gegaan. Nou, mensen die heel erg tegen waren, ook mensen die zeer begaafd zijn. Een APT bleek toch wel een heel realistisch scenario te zijn. Het sentiment was zeer negatief. De politiek deed niks liever dan je kapot maken. Kortom, het was gezellig. En dan krijg je eigenlijk een tap op de schouder. Je kunt het, hè? En dan blijft eigenlijk maar één ding over wat je kunt doen. En vooral tegen het massale wantrouwen. En dat is zo open mogelijk zijn. Nou, dan heb je aan Ron een hele makkelijke. Want die ziet dat ook wel zitten. Dus alles wat er gebeurde, waar het maar kon, was open. Dat is voor een overheid best wel spannend. Ik moet eerlijk zeggen, toen de eerste DPA naar buiten ging, als je daar zelf aan mee hebt geschreven, dat je ook wel even met geknepen billen zit. Van nou, dat vind ik best wel eng. Een van de dingen die voor mij ook meteen duidelijk was, we moeten aantonen dat alles deugt. Want als je dat niet kunt aantonen hard, we hebben gewoon hier een negatieve bewijslast, wij moeten aantonen dat we onschuldig zijn. En zo zijn we het ook gaan aanvliegen. Iedereen is schuldig tot het tegendeel bewezen is. En dat gaan we dus proberen te bewijzen. Iedereen mocht meebouwen, dat viel meteen al heel erg goed. Maar toen kwam natuurlijk wel de vraag van de overheid gaat bijhouden waar je bent. Nou, daar hebben we echt alles opengetrokken wat je maar kunt bedenken om duidelijk te maken dat dat niet het geval is. Kijk, de technologie zelf was er al en die was niet zomaar aan een persoon te koppelen. Maar dan zou je een edge case kunnen bedenken dat bijvoorbeeld iemand zijn coronamelder pakt en zich ziek meldt op het werk en dat doet via het netwerk van de baas. Dan zie je de sleutels langskomen en dan zou je het alsnog weten dat iemand corona heeft. Dus we hebben het zo gemaakt dat er
tussentijds ook sleutels werden uitgestuurd die gewoon fake waren. Maar ja, dat weet je dan dus niet als werkgever. Dus je kreeg altijd wel wat verkeer langs, dus je kon daar niets uit afleiden. We hebben het bij wet verboden gemaakt en strafbaar gemaakt om als werkgever mensen te dwingen aan de slag te gaan met coronamelder. De GGD kan niet daadwerkelijk zien dat je de sleutels hebt opgeloot. Dus je kunt zeggen, ja, dat doe ik. En dan deed je het niet. En dan was dat verder prima. Dus we hadden allerlei dat soort zaken gedaan. We kregen ook klachten later. Van ja, ik heb een nieuwe telefoon en nou kan ik die sleutels niet terugladen. Nee, dat is inherent als je kiest voor een heel privacyvriendelijke oplossing. Ja, dan gaan we dus niet allerlei backups voor je bewaren ergens in een cloud. Ja, dat is stom. Nee, dat is het niet. En we hebben actief opgetreden tegen misbruik. Nou, we hadden ook het juridisch allemaal best wel goed, vonden wij. En toen ging de autoriteit persoonsgegevens, nee hoor, deugt niks van, jullie moeten een wet hebben. Nou, we hadden al besloten een wet te doen, die lag al bij de Raad van State. Maar dat was meer omdat we het gewoon over de top netjes wilden doen. En nu werd er opeens gezegd, ja maar dat mag niet zonder wet. Ja, maar de andere landen doen het ook. Ja, maar dat is een andere AVG. Nee, dat is het niet. Ja, maar dat is. Zij hebben dat anders ingeregeld. Ja, maar de Europese toezichthouder zegt dat dat mag. Ja, en daar ben jij, Aleid, de vicevoorzitter van. Hoe kan dat dan? Nou, wel eens niet is, wel eens niet is. Maar goed, we hadden gezegd, we vragen de AP om advies, of de minister had dat gezegd. Ik weet niet of ik dat zelf zo had gezegd, maar goed. Hij had het gezegd, dus de minister moest. Dat volg je op, advies hoor je ook op te volgen. Maar ja, toen kwam er zo'n raar ding terug, toen hebben we de Landsat gevraagd, ja, we weten dat het de klant van jullie is, maar wat vinden jullie ervan? Nou, daarvan zei later Aleid Wolfsen dat dat bij het brutale af was, maar er bleef niet heel veel van over. En wij dus de Raad van State bellen van ja, het moet nu een spoedwet worden. Nou, dat vinden ze heel leuk, nachten doorwerken. Dus dat begon gelijk met een opmerking, voor ons had de wet niet gehoeven. Want u heeft voldoende grondslag met toestemming. Toen hebben we maar niet opgebeld en told you. Maar dat was wel natuurlijk een ding. Dus we zijn begonnen. Toen zijn we eerst in een paar regio's begonnen. Want we mochten wel een pilot doen op basis van toestemming. Wat dus best raar is, als je het niet mag, dan mag je het niet. En niet wel een beetje. Maar goed. Wetsvoorstel ging naar de Tweede Kamer. Hele leuke verrassing. 300 vragen kregen we retour. Die moest in 2 dagen worden beantwoord, dat is best veel. En bleek later helemaal niet zo bijzonder te zijn, want bij coronacheck hebben we er geloof ik tegen de 600 gehad. Dus het kan altijd meer. Maar die hebben dus in 2 dagen beantwoord. Nou goed, en toen kwam de behandeling in de Kamer. En toen ging ik naar de Eerste Kamer en die zegt, ja, wij bepalen onze eigen agenda. Ja, dus wanneer behandelen jullie het? Ja, dat bepalen we zelf. Ja, maar wanneer behandelen jullie? Nou, dat duurde allemaal eventjes. Lang verhaal kort, uiteindelijk kwam die wet er doorheen. En toen konden we dus echt landelijk beginnen. En toen kwam er meteen, ja, maar bij de test hebben jullie op een gegeven moment bijgehouden in de cirkel. Dat jullie toch konden zien of iemand wel of niet sleutels uploadde. Wat er was, is, wij hebben inderdaad een end-to-end test gedaan. En we hebben op een gegeven moment een code key view gevraagd en daar geen context aan gegeven. Dus gewoon gezegd, dit is de code, wat vinden jullie ervan? Want als je context gaat geven, ja, dan ga ik het onderzoek sturen. Lijkt me ook weer in de media heel slecht staan. Dus ja, dat is, wij weer niet eens roepen. Dus het gaf echt, elke stap die je zette werd wel heel erg zichtbaar. Dus dat. Een van de dingen die wij centraal hebben gesteld is het... Je mag fouten maken. Wij zijn mensen, wij maken fouten, wij doen soms domme dingen. Daar zijn we mens voor, dat is ook tof. Dat betekent dus ook dat je meerdere lagen van beveiliging en meerdere lagen van privacy inbouwt. Dat als je eens een keer iets hebt, dat niet meteen einde oefening is of ook heel erg schadelijk. Maar ja, tegen sommige dingen kun je heel weinig doen. Kijk, als iemand op een gegeven moment naar de Vereniging van Maaltijdbezorgers een bericht stuurt met, zou het niet leuk zijn als jullie je bezorgers vragen om die app te installeren op het moment dat er een wet voor ligt die precies dat strafbaar stelt. Nou, dat werd een heel ingewikkeld gedoe. Dus toen heb ik er meteen een tweet uit gedaan van dat wij sorry gingen zeggen. Nou, daarmee heb je een voldongen feit gecreëerd. En toen hebben we gewoon sorry gezegd. Want
als je iets fout doet, zeg je sorry en dan ga je gewoon weer door. Nou, dat was, vond ik zelf wel echt een spannende. Toen kwam het leuke van een pentest. Nou, niet ingewikkeld zou je zeggen. Nou, dat is behoorlijk ingewikkeld om partijen te vinden. Tenminste, als je in de inkoopvoorwaarden zet, oh ja, je document wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Want dan is het niet leuk meer, want als je dan wat bent vergeten of wat over het hoofd hebt gezien of zo, ja, dan sluit dat dus niet aan en dan deugt dat dus hè, dat is vervelend. Kunnen andere mensen mening over hebben. En ik had ook wat andere regels erbij, want er was een website van het RIVM, infectieradar.nl, die bleek lek te zijn door URL-manipulatie. Dus mijn vraag aan Ron was, doen jullie hier niet aan pentesten of zo? Dus die begon heel hard te lachen en die zei, nou, dat doen we wel en hier is die. En er stond dus geen URL-manipulatie. En toen viel me opeens wat geks op. Een pentest of een ander onderzoek, als er iets niet in staat, is dat heel lastig zoeken. Omdat er nergens wordt opgeschreven wat je hebt getest. Als ik mijn auto APK laat keuren... Wat zei je? Ja, er was een club die dat wel deed, inderdaad. Misschien weet u daar wat van, meneer. Maar inderdaad, dit is best wel een ding. Dus we hadden 10 partijen om een offerte gevraagd en gewoon 6 wezen ons de deur. En toen werd ik nog wat vervelender, want toen zei ik van ja, weet je, ik wil wel dat je een minimale set aan dingen test, zoals je bij een APK ook doet. Nou, dat was gelijk bij een aantal partijen tegen het zere been. 1 partij zegt ook, ja, wat wij testen vertellen we je niet, want dat is magie. Maar, kid you not, hè? Absoluut. Ik ga dat even niet op camera en publiekelijk zeggen. Maar zij hebben dit nog een aantal keren herhaald. Het was, over Disney was het inderdaad niet. Een goede pentestclub trouwens. En ik had ook een aantal gewoon hele minimale dingen. Gewoon een OWASP top 10. Mag ik toch wel verwachten dat je dat afloopt? Of een MSTG of een WSTG. Helemaal niks spannend. En dat schrijf je ook op een manier op zodat ik het snap. Maar ook later dat de Tweede Kamer het snapt. Waar ik namelijk naartoe wil, is dat je geen eindeloze discussie kunt krijgen over deze hele pentest. Dan wordt erin gezegd, ja, dat is niet, of dat is gedraaid, of dat is een mening. Dus CVSS-score erbij, is het allemaal uniform genormeerd. En dan heb je een eerlijk debat. Eigenlijk net als een APK-keuring, maar ja, dan maak je magie stuk en dat is stom. Of dan krijg je te horen, dan test je niet alles. Nee, dat doen we bij een APK inderdaad ook niet. Maar het is net genoeg om te weten dat 90% van de veel voorkomende ongelukken niet gebeuren. Nou, daarna kwam er nog een ding, dat was GGD-contact voor bron- en contactonderzoek. Voor de GGD'en, want daar was eigenlijk software voor die, waarvan later bleek, nou, daar kon je wel wat aan verbeteren. En toen kwamen de vaccins en ik zit met Ron in de kantine op 15 december. En ik vraag gewoon, hoe gaat dat, zo'n vaccinatiecampagne? Nou ja, naaltjes en armen, dat soort. Ik zei, nee, maar qua registratie en zo. Want we beginnen dus in de zorg. Ja, riep iemand, dat gaat met het EPD van het ziekenhuis. En Ron keek mij aan en die wordt echt lijkbleek. En ik denk, oeps. Want namelijk de patiëntgegevens van iemand die in de zorg werkt, in dat ziekenhuis, worden niet in het EPD opgeslagen. Dus hier heb je een populatie die dus niet geregistreerd kan worden. Het was toen al duidelijk dat sommige landen zoals Frankrijk en Oostenrijk misschien wel eens grenzen gingen dichtgooien voor andere landen of gesloten gingen houden als je niet gevaccineerd was. Dus je kon al ergens in de verte zien, er gaat iets komen wat straks, waarmee je kunt bewijzen dat je in ieder geval veilig bent om dat land in te reizen. Daar hoeft hij niet heel slim voor te zijn. Dus wij begrepen meteen al, dit is best een groot probleem. En toen zei Ron, ja, ik weet het niet. Ik zei, nou, ik denk dat ik het voor je ga fixen. En toen zei hij, ja, het is nog geen 3 weken. En hoe dan? Eerst nog heel veel geklets en hoger de bomen in. Iedereen moest er een mening over hebben.
En uiteindelijk was het duidelijk, dit ga je niet meer uit de markt kunnen halen. Er zit kerst tussen, er zit nieuwjaar tussen, dit gaat niet lukken. En toen kwam er ook nog iemand, misschien gaat Defensie wel vaccineren en dan moet zo'n project een codenaam hebben. En dan zeg ik, dan noem ik het project Brani Banani. Dit is mijn kat Brani, die ik liefkozend Banani noem. En toen, wat doe je dan? Dat is de mensen die zeg maar, in deze populatie zitten, die ga je dus bellen. En ja, met de boodschap, ik weet niet wat je aan het doen bent, maar wij hebben jullie nu echt nodig. Nederland heeft je nu nodig, want dit is het verschil tussen wel of niet kunnen gaan beginnen met een vaccinatiecampagne. Dus dezelfde middag kwamen de eerste mensen binnen, hebben de website geregistreerd, Brani Banani. Ik zie Koen nog kijken, want ik belde toen die middag Koen op. Ik zei, ja, ik moet een website gaan hosten. Die mag absoluut niet te herleiden zijn naar de overheid. Dus zorg dat dat netjes... Ja, hoe gaat hij dan heten? BraniBanani.nl. Nou, kwam geginnik terug, meen dit serieus? Ja, dat meen ik serieus. En de eerste week heeft er niks anders op gestaan dan een foto van een rek met bananen. Dus toevallig nu met de reclame hier is dat een erg goed thema, blijkt. Nou, dit waren, want Hero is er niet meer helaas. Hero, Brani en Keiko. Nou, in een rijksoverheidssysteem ziet dat er zo uit. He, dus je... Hij kreeg net een telefoontje, maar Mendel heeft hier nog heel veel aan uitgedacht. Maar eigenlijk wat we hebben gedaan is gewoon het probleem op zijn Linux in hele kleine stukjes verdeeld. En allerlei kleine elementen gemaakt die gewoon een stukje van die registratie en die vaccinatiecampagne en de inzage en dat soort zaken deed. En we hadden eigenlijk een heel veredeld doorgeefluik naar het RIVM gebouwd. Meteen ook al dat je kunt die sluit gewoon krijgen hoor. Want ik zie allemaal mensen foto's maken, veel te ingewikkeld. Een van de dingen die ik meteen wel voorzag was, ja, dit zou nog wel eens een bronsysteem kunnen gaan worden vroeg of laat. We weten niet wat er nog meer gaat omvallen of wat men nog meer vergeten is. Dus laten we dit maar breed gaan opzetten. En ik was nog heel naïef. Dus toen we het hadden over performance, toen zei ik, ja, die moet zeker een miljoen prikken per dag, dat zou die toch wel aan moeten kunnen. Dat, laten we het daar maar op dimensioneren. Ik denk dat we dat wel, maar misschien wel. Nou, weet je wat, doe maar 1,5 miljoen, zitten we aan de veilige kant. Wist ik veel. Ja, toen kwam er een dingetje, de HSM. Nou, voor de mensen die wel eens met HSM's werken, als je rond 20 december echt glashelder op het netvlies hebt wat je wilt, en je wilt gegarandeerd op 2 januari de kiesceremonie hebben, dan kun je welk merk je ook gaat kopen, dat kun je vergeten. Dus toen begonnen de mensen te praten over een soft HSM. Ik zei, ja, een soft HSM is geen HSM, maar dat is een SSM. Daar heb ik niks. Daar heb ik niks aan, dat wil ik niet. Ja, maar dat kan heel makkelijk, want dan installeer je het op Windows en dan kun je de sleutels er ook uithalen. Oké, jij bent af. Nou, Mendel is onze crypto-architect, dus die vraagt van help, verzin iets. En die kwam de volgende ochtend van, nou, ik denk dat je het met de YubiKey op zich best zou kunnen. Ik zei, ja, dat gaat best langzaam met ontcijferen dan. Ja, dat klopt, maar dat is het probleem van het RIVM. En daar zijn we nu een probleem voor aan het oplossen. Het gaat erom dat je heel snel kunt versleutelen. Dus HSM op YubiKey wordt binnenkort ook open source gemaakt. Dat werkte eigenlijk als een tierenlier. Tot de echte HSM's er waren en toen hebben we op een gegeven moment gerekeyed en alles overgezet. Maar een export duurde dus best wel heel erg lang. Dus daarom hadden we de eerste dagen ook geen statistieken, want ja, dat durfde ik gewoon niet aan met performance. Dan kregen we een simpele vraag met hoe rol je credentials uit? Ja, jij bent al geweest met je YubiKey. Dat is een slecht verhaal. Hoe rol je credentials uit? Nou ja, dan bel je het leger en je belt de vereniging van ziekenhuizen en die zegt, als jij zo'n systeem zou hebben, aan wie zou jij een account geven? En dan rol je gewoon zeg maar 2 van die accounts per ziekenhuis uit. En dan gaat dat wel.
toen kwamen we bij een leuke sessie en toen zei ze, ja, de verpleeghuizen hebben eigenlijk hetzelfde probleem. Oh, mooi, kunnen we dat voor inzetten. Hoeveel verpleeghuizen zijn er? Nou, dat konden er wel eens 300 zijn. Nou, dat kunnen we aan. Ja, of 3000, of 7000. Of ja, de definitie van een verpleeghuis is niet echt helder. Wacht even, 7000 keer 2 credentials. Even zelf, hè, dat wordt al een ding. Maar bijkomend probleem is dat het niet alleen dat is. Kijk, ziekenhuizen, daar kun je zeggen, het zijn gekende mensen en die stuur ik een ding. En dan controleer, laat je het leger een ID kijken en een keer streng kijken. Dat komt wel goed. Maar bij zeven, als je niet eens weet hoeveel organisaties je hebt, weet je niet hoeveel artsen je hebt, wie die artsen zijn. Ja, daar moet je iets anders voor verzinnen. Nou, dus we hebben een stuk screening opgezet, maar meteen natuurlijk in het besef, dit wordt hem niet. Dus toen kwam die meneer daar weer met een heel goed idee. En die zei, als je nou eens een UZI-pas ervoor inzet. Een UZI-pas is eigenlijk inlog in de zorg. Daar heeft het CBG, heeft die artsen en al zo allemaal gecontroleerd. Daar is gewoon een lijst met artsnummer en daar kun je op die manier heel makkelijk inloggen. En zo hebben we enkele, waarschijnlijk 10.000 mensen bediend. Die hebben we dus nooit gezien, dus daar hebben we nooit credentials naar hoeven uitrollen. Toen kwamen we erachter dat die lijst later, dat is eigenlijk een burgerservice nummer en een, zeg maar een artsennummer of een registratienummer. Ja, wacht even, maar dan kun je ook met DigiD inloggen. Nou, die proef gaat in juni nu live. Waardoor je niet eens meer zo'n pas nodig hebt. Dus dat is ook best wel tof. En toen kwam de vraag, hoe beveilig je dat? Hoe vind je die speld in die hooiberg? Want nou heb ik al 3 systemen, hè? Brani Benani, GGD Contact en coronamelder. En coronacheck, dat hing toen al een beetje in de lucht. En niet alleen dat, je moet code reviews, de hele shebang doen. Dus je hebt gewoon best wel veel te bewaken. Je hebt eigenlijk 2 hooibergen en 1 speld. Waren het niet dat daar een ronde rondloopt en die zegt, ja, het is niet alleen coronamelder, maar we kunnen ook misschien wel de GGD helpen met red teamen nu ze problemen hebben met de beveiliging. Ja, leuk. Nou, dan ben je weer een paar mensen kwijt. Corona-check dus, toen kregen we die stelselbewaker, want op een gegeven moment gingen er allerlei testaanbieders stokjes in neuzen steken. En er was een soort open aanbesteding gedaan. En als jij stokjes kon vinden en iemand die riep dat hij arts was en dat ook een beetje kon bewijzen, dan kon je eigenlijk gewoon een enorme zak met geld krijgen en aansluiten op corona-check. Dat is een soort gelddrukmachine, best tof. Sterk nog, we hebben nog met het security team overwogen, gaan we niet gewoon naar een andere branche toe. Gewoon stokjes in neuzen steken. En nooit meer werken. Je voelt hem al komen, daar druipt het woordje fraude vanaf. Dus daar moet je heel veel voor gaan optuigen. Dus dat is weer een hele andere tak van sport. Nou, toen kwam dat Europese bewijs, huisartsen die van die bewijzen uitgeven. Toen kwamen de toeristen opeens weer terug naar Nederland. En zo bleef het maar projecten regelen. We hebben zelfs voor ziekenhuizen een volledig EPD gebouwd voor vaccinaties. Want die zouden op een gegeven moment gaan vaccineren. Dat hebben ze 1 weekend gedaan. Maar we hebben dus wel in 1 week of 4 een volledig EPD opgetuigd. Dat wil je wel goed bewaken. En tot slot waren daar opeens 3 eilanden. Die bleken bij ons koninkrijk te horen. Zijn allemaal eigen landen. En die zeiden, wij willen ook weer reizen. Ja, daar hebben ze eigenlijk wel, daar hebben ze wel recht op. Kunnen jullie dat ook even fixen? Nou, prima, hebben we ook gedaan. In 10 dagen tijd hebben we alle 3 de eilanden aangesloten. Of alle 3 de andere landen in het koninkrijk. Het was trouwens echt super tof om te doen, maar best wel intensief. Maar ja, die moet je ook ondersteunen. Want het is best een grote operatie, want je hebt het over landelijk dekkende stelsels. Dat overvraagt Nederland al. Dus ja, dat overvraagt gewoon kleinere landen ook. Dus eigenlijk hebben we het over veel meer hooibergen. Eigenlijk zoveel hooibergen, dan meer paste er niet op zo'n PowerPoint-slide. Dus het zoveel hooibergen en dan zit dan ergens een spel tussen. Dus ja, dat is wel een ding. We hebben het over inmiddels 20 projecten, 40 testaanbieders op een gegeven moment. Nou, nu is dat wat minder, want we testen wat minder. Maar ja, dat kan zo weer oplaaien. VWS bleek, toen we eventjes wat rondkeken, 3600 domeinen te hebben waar ze heel veel niet van wisten.
Dus ja, hoe krijg je dat nou een beetje in de klauwen? En ja, dan is de vraag, wie kunnen we bellen? Nou, kan ik heel, heel lang verhaal over gaan houden, met heel veel mooie voorbeelden. Absoluut leuk bij de borrel straks. Kan niet. Je moet het zelf doen. Want je wordt... Ik heb echt bij meerdere malen ben ik ook gewoon bij bedrijven de deur gewezen. Van ja, je hebt onze pipeline al volgedouwd. Je bent gewoon wegwezen hier, weet je. Dat, of mensen die gewoon niet willen werken voor een ministerie. Nou, toen zijn we met een aantal mensen bij elkaar gaan zitten. En kijk, een aantal dingen zijn best wel makkelijk in te realiseren. Eén is, als je een incident hebt... het is bijna, als je naar een ransomware incident gaat, het is nooit een grote verrassing. Er speelt altijd iets met verouderde software, geen meerfactor authenticatie, gebrekkige netwerksegmentering. Moet ik doorgaan of heb je het lijstje zelf al op het netvlies? En elke keer doen we alsof het de grootste magie is, maar dat is het dus niet. Het zijn gewoon basale fouten die we maken. Dus dat is één. Dus laten we eens naar die basics heel veel gaan kijken. Even een paar dingetjes uit de historie. DigiNota, slechte wachtwoorden, slechte segmentering. KPN, Groene Hart Ziekenhuis en de meeste ransomware dingen. Zelfde verhaal. Zorgadministratie in Singapore, een soort landelijk EPD wat daar op een gegeven moment werd gehackt. Verouderde software, goed oplettende beheerders die alleen de signalen niet begrepen omdat ze nooit opleidingen kregen. En een oplettende databasebeheerder die het op een gegeven moment wel door had. Hack op de Democratische Partij, username en wachtwoord gelekt omdat iemand zo dom was om op een linkje te klikken en zijn username en wachtwoord in te geven. Dit is wat je gewoon bij heel veel dingen ziet. En dan roepen mensen heel graag, het is een wapenwetloop. Nou, pak de gemeente Lochem of de gemeente Hof van Twente. Het is allemaal hetzelfde verhaal. Het is geen wapenwetloop. Het zijn basics. Twee, security operations. Als je het security operations noemt, waarom gedragen we ons dan als een soort alleen maar SIEM operations? Waarom is de softwareontwikkeling en alles wat daarna volgt niet gewoon onderdeel van die hele operatie? Je hele lifecycle van de software. Drie, als we tools draaien, dan vinden we het heel tof om dat bijvoorbeeld in Elastic te gooien. En dan doen we magie en dan hopen we dat we daarna nog iets eruit krijgen wat we snappen. En dat doen we op het moment dat we haast hebben. Waarom doen we dat niet op het moment dat we geen haast hebben? Dat we zeggen van oké, nu gaan we kijken wat die data is en hoe ik dat moet interpreteren. Dus wat wij op een gegeven moment zijn gaan doen met, en daar komt hij vast, de kwetsbaarhedenanalyse tool, kortweg CAT. Ja, en dan ga ik iets heel geks zeggen, want ik zie jullie lachen. Ik heb de naam niet verzonnen. Ik had iets met het woordje risico en toen zei de beveiligingsautoriteit van VWS, die zei, jij bent daar helemaal niet toe bevoegd. Jij bent wel bevoegd om naar kwetsbaarheden te kijken. Noem het de kwetsbaarhedenanalyse tool of zo. En toen zette ik dat op het bord. Toen zag ik CAT, ik denk, ja. Maar goed, wat wij doen is eigenlijk, als er data uit een tool, om het even wat, binnenkomt, dan gaan we kijken wat wij van die data snappen. En dat gaan we in objecten douwen. Heel ouderwets, heel suf. Dus we hebben een objectdomein, IP-adres, noem maar op. Gewoon alles is een object. En we houden van die objecten status erbij. En als die status verandert, gaat er een vlaggetje omhoog. En gaan we business rules toepassen. Het is kinderlijk simpel eigenlijk. En dan krijg je dit soort dingen. Ik gebruik altijd het domein mispo.es. Want die kunnen we dan fout configureren en dan wordt niemand boos. Wat we ook doen is, als je data krijgt, het behandelen als feiten. Daar kun je natuurlijk verschillend gewicht aan toedelen aan feiten. Maar het draait erom dat je feiten verzamelt. En de bevindingen, als je ergens iets van gaat vinden, dat is een conclusie. Dat is contextgedreven, net zoals security. Namelijk, in de zorg moet mijn mailserver er anders uitzien dan elders. Omdat we iets hebben als een concept veilige e-mail in de zorg. Laat je niet verwarren door het woord veilig. Maar het is nu eenmaal de standaard, dus daar moet je aan voldoen.
En een van die dingen, hè, dat is de NTA 7516, is dat een auditor staat letterlijk in zijn opdracht, er is zo'n hele beschrijving van, dat hij moet kijken naar internet.nl. En daarop zeg maar een groot gedeelte van de conclusies baseren. Wacht even, maar als ik dus een object heb, bijvoorbeeld een DNS-server zonder DNSSEC, dan is dat een bevinding, dat is niet spannend. Als ik nu een tweede business rule toepas en ik zeg, oké, maar wacht even, je hebt geen DNSSEC, hou je geen 100% op internet.nl. Hè, dus heb ik een 100% score? Nee, tweede bevinding, deze is al spannender. De derde bevinding is, u doet geen veilige e-mail in de zorg. Die zou wel eens een hele hoge score kunnen krijgen als je een verantwoordelijke partij bent die weet ik hoeveel coronatesten uitstuurt, ergo medische dossiers zeg maar, per mail zeg maar, beschikbaar wil gaan maken. Dus je ziet een soort domino-effect, omdat je die conclusies zeg maar, op de basis van die data trekt, waarbij je dus ook naar compliance aan het kijken bent. En dan wordt die dus best wel wat toffer. Of bijvoorbeeld, hey, je kunt vaststellen van, hey, ik haal alle headers op, ik mis een paar headers, prima, dat doen meer tools. Je kunt ook zeggen, oké, je hebt die headers wel. Ah, je hebt een domein in die, header, in die security header staan, leuk. Bestaat dat domein ook? Nee, bam, dan heb je opeens hoge bevinding. Er is geen tool die dat kan doen op dit moment. Dus ja, dat is eigenlijk wat we doen, scheiden van feiten en conclusies. En dan denk je, hoe kom je op dit idee? Nou, we hebben iemand rondlopen, die heet Alon Kneteman. En die is meer van de fysieke beveiliging, maar die vindt nooit iets fout. Dan denk je, oh, dat is dus heel slap. Nee, die brengt het wel zo dat je snapt dat het urgent is. Hij zegt dan, Brenno, kijk naar jouw huis. Ik zie daar rook en vlam uit het dak komen. Als dat voor jou relevant is, zou handelingsperspectief kunnen zijn dat je 112 belt en vraagt om de brandweer. Dat bouwen wij. Nou goed, dan krijg je dus een aantal findings die groeperen we. Want je kunt natuurlijk met één Ansible script zou je wel in één keer 100 findings kunnen weghalen. Dus waarom niet groeperen? En dan kun je het altijd wel weer uitklappen. Nou, dat de context is gedreven, dat had ik al gezegd. Maar we geven dus ook context mee. We hebben dus een hele database met allerlei contextuele informatie die wij ook weer gewoon vergaren van een heleboel bronnen. Maar ja, dat dus. De basisgedachte is, doe niet handmatig wat je kunt automatiseren, omdat wij, kijk, ik doe tot nu toe heel jolig, maar het is niet makkelijk geweest. Er zijn bij ons zeker 10 mensen uitgevallen die overspannen zijn geworden. We hebben meerdere mensen gehad die zijn gestopt om een burn-out, meerdere mensen gestopt om hartklachten, 2 mensen zijn overleden. Dus het is niet, zeg maar, de werkdruk is niet, zeg maar, gezond en lekker. Om het dan maar zo te zeggen. Dus het besef was ook gewoon, want ik bracht het net ook wat jolig, ik ga verzuipen. Ik ga dit niet redden. Je kunt dit dus gewoon niet meer regelen. Zelfs marktpartijen zeggen tegen je van ja, ga maar weg, want je geeft ons te veel werk. Dit is best wel een ding. Ja, en dan blijkt dus de security te bestaan uit heel veel werk wat repetitief is. Zullen we daar eens mee ophouden? Dus ja, we genereren dus een deel van de rapportages zelf. Wat wel grappig was, hadden zijn ruwe rondlopen en die werd heel boos. Van, ja, dan ga je dus alles geautomatiseerd pentesten. Ik zei, even serieus. Wat is het meest stom aan pentesten voor jou? Ja, ja, het rapport schrijven. Ik zei, wat kan ik extreem goed voor jou wegautomatiseren? Wat is het leukste aan pentesten? Zelf code schrijven was het antwoord. Oké, en wat kan ik extreem slecht voor jou wegautomatiseren? Dus wat ben ik aan het doen? Ik ben jouw werk aan het leuker maken. Oh ja. Want dat is echt heel veel van die standaard pentests die worden gedaan, zijn eigenlijk gewoon de scans die je gewoon kunt wegautomatiseren. Zullen daar alsjeblieft mee gaan kappen, want de markt heeft gewoon een tekort aan mensen. En ook heel raar, hè, dan heb je allerlei security tools, maar geen één kan zeggen, en hier is het onderliggende bewijs. He, als je nu een pentest van een willekeurige partij hebt liggen en je belt ze op een half jaar later, ja, waarom dacht je dat nou, dat lek was?
Ja, ik liet om 3 uur 's nachts een kop koffie op mijn toetsenbord vallen en toen opeens sprong de muis en toen heb ik hem zitten afdrogen en opeens had ik deze vulnerability gevonden. Er zijn ook die dat beter beredeneren dan dit, maar dit is wel zo'n beetje wat je af en toe hoort van ja, we kunnen dat niet meer helemaal reproduceren, want we hebben het niet bijgehouden. Kid you not. Waarom houden we dat niet gewoon bij? Nou, dat zijn wij dus met Kat aan het doen. Namelijk, heel simpel, wij starten een container. De container, de software, de input, de output en het netwerkverkeer, dat bewaren we gewoon. Dus je kunt altijd een onderzoek reproduceren. Dit brengt namelijk ook een nieuwe situatie met zich mee. Wij hebben interne pentesters, die doen iets. Dan zegt de Tweede Kamer, wij willen bewijs zien. Dan gaan we een externe pentester inhuren die exact hetzelfde nog een keer gaat doen. Of ik lever zoveel bewijs dat je op een gegeven moment na een auditor kunt snappen en zeggen, heb ik mijn werk goed gedaan? En dan wordt hij opeens, en dat is ook iets waar een Kamer wat meer mee kan. Dus ja, forensisch borgen. Dat had ik al gezegd. Wij doen heel veel gebaseerd op eigenlijk alles in kleine stukjes. Dus op zijn Linux of op zijn Unix, je doet één ding goed en dan maak je weer wat anders en dat doet het beter. Dus wij doen al de tests, dat noemen wij boefjes. En een boefje haalt informatie op en dat kan dus een hele reeks aan boeven zijn, zodat we lekker veel kattenfoto's kunnen gebruiken. We hoeven niet zelf dus het wiel uit te vinden. We gaan ook niet claimen dat wij een open vast of zo zijn. Hoeft helemaal niet, want die zijn er al. We gebruiken alleen wat er is. Nou ja, en het laatste is dus, we zien het als compliance vraagstuk. En nog één ding, we gebruiken een XTDB, een cross-time database. Dus wij kunnen van een object op elk moment in de tijd de status terughalen. En dan kun je dus ook zeggen van hoe stond dit er een week geleden voor, of 2 weken geleden, of 4 weken geleden. En je kunt dus over tijd dus ook wat terugzien. Forensisch geborgd. Nou ja, dan kun je dus allerlei stoere grafiekjes en zo. Nou, dat vinden stropdassen weer heel leuk. Gaat het beter, gaat het slechter? Nou, je moet altijd roepen dat het beter gaat, heb ik geleerd. Nou, dat bij elkaar noemen we dus de kwetsbaarhedenanalyse tool. Informatie ophalen, whiskers, snorharen die selecteren wat we wel snappen. Opslaan in die database en dan business rules. Want dan verandert er een object, bam, query er tegenaan en kijken wat dat doet. Nou, we hebben de kat de lucht ingeschoten op Werelddierendag. En toen zijn we gelijk losgegaan op al onze testaanbieders. Dat moest, want waarom zouden wij een testaanbieder in de gaten houden? Nou, omdat er ooit eentje is geweest, die had een pentest ingeleverd en die bleek daarna een database in development mode te hebben staan. En daar komt Daniel Verlaan bij. En toen was er een autoriteit persoonsgegevens en daar riep de voorzitter van, het is belachelijk dat VWS dat niet pentest. Dus roept de Tweede Kamer, is de minister bereid om al die partijen continu te pentesten? Ja joh, we hadden toch niks te doen. Het is niet onze data, we zijn er niet van, ze krijgen al miljarden. Dan geef een gratis pentest, want de Tweede Kamer wil het, dus dat doen we braaf. Nou, we houden dus bij en al die partijen moesten dus volgens, Brenno Schrikbewind, een genormeerde pentest aanleveren. En dan blijft het vervolgens nog bevindingen regenen. We zijn daar ook best wel streng in nu, want als je bepaalde bevindingen niet tijdig oplost, dan hebben wij gewoon het recht om je af te sluiten. Nou, ze hadden weer pas wat gevonden dat eentje riep van, ja, maar dit is niet voor het daadwerkelijk testen. Dit is slechts een marketing site, dus die hoeft niet veilig te zijn. Nou, vanaf 1 mei dus wel. Goed, eventjes snel de keuken in. Wij bouwen dus op een catalogus vol met allemaal toffe dingen. Zo decentraal mogelijk. We stoppen dus die data eerst gewoon in een soort objectdatabase. Dat noem ik voor het gemak maar eventjes de catacombe. Dan hebben we de octopus die houdt bij wat er getest moet worden en wanneer. En wat heel, heel tof hieraan is, ook op basis van toestemming. Want als je dingen gaat testen, moet je dat wel mogen. En sommige dingen, dus we hebben 4 niveaus van toestemming. Informatie die je iedereen gewoon kan vinden zonder bijvoorbeeld een site te raken. 2 is als je een website bijvoorbeeld raakt als een normale burger dat zou doen. 3
Of nee, twee zijn onderzoeken die gewoon als DNS en gewoon queries. Drie is als een normale burger en vier is terminal nuclear warfare. We hebben in de voorwaarden gezet dat wij terminal nuclear warfare mogen doen tegen al onze coronatestaanbieders. Nou, dan bouwen we een module om veilige e-mail in de zorg af te leveren. Die noemen we Miau, die kan ook Signal praten. Dan hebben we een engine gebouwd zodat al de sites er hetzelfde uitzien. Maar als een van jullie straks dit oppakt, dan kun je dus Manon pakken. En dan kun je dus ook je eigen look en feel erin doorvoeren. Nou, dan hebben we een interface die heet Rocky. De knowledge base is onze oude wijze Hero. Dan hebben we dus die business rules. We hebben nu de snelste geschreven in 40 seconden. Dus iemand had een idee, ram, 40 seconden later was gewoon er een business rule bijgemaakt. Dus dat is best simpel en tof. En die genereren dus die bevindingen. Nou, dan bewaren we natuurlijk onze documenten netjes en forensisch geborgd, maar we gooien ze ook op tijd weg. Dan hebben we uiteraard een scheduler, want je wil niet de hele dag staan m-appen op je eigen site en zo. Nou, dan in de toekomst, daar zijn we nu nog niet, maar hebben we ook een eigen filtering oplossing gemaakt. Omdat eigenlijk alles wat in de markt was, daar kwam weer heel veel consultancy bij die niet geleverd kon worden. En leverde ook niet de manier van zoeken op die wij eigenlijk zochten. Dan hebben we een rapportage tool, die maakt nette pdf'jes. Is gewoon Python met later, die ben ik zelf aan het schrijven in mijn vrije tijd. Die herken je misschien ook, dat is onze mascotte van de afdeling. En dan hebben we in de toekomst hebben we ook Otis, dat is mijn jongste katje. Dat is nog wel een leuk verhaal. Ik ging dus een huis kopen. Als je een huis gaat kopen, dan krijg je tegenwoordig een e-mail opgestuurd van de notaris. Dan klik je op een link, dan klik je 10 keer in een scherm. En dan zeggen ze, dit is juridisch bindend. Dan kun je ook nog instellen hoe dat eruit ziet. Dus ik had dit dus zo van, nou, doe gewoon al mijn namen dat het door iedereen heen gaat. En dit is dus een juridisch bindend contract. Dus toen we bij de overdracht bij de notaris zagen, ik zei, ik vind dat best gek en best wel twijfelachtig. Ja, hoe bedoelt u? Ik zei, hoe weet je nou dat ik het ben? Als je dit nou aan haar, ik bedoel, ik had ook kunnen zeggen, mijn e-mailadres is helpdesk@coronacheck.nl. Dan zitten er 50 of 100 mensen die dit gaan beantwoorden. Hoe weet je dit nou? Ja, dat is misschien ook wel een aandachtspunt. Het is wel een aandachtspunt waar je 3.500 euro voor krijgt, vriend. Maar toen zat ik te denken en met Mendel te sparren. En eigenlijk is het, toen kun je prima met bijvoorbeeld een HSM als een YubiKey of zo, kun je zo'n handtekening ook wel regelen. Het is een stukje administratie wat je goed geborgd moet doen. Nou, dat zijn we dus nu ook aan het proberen of dat lukt. En dat bij elkaar maakt dat security voor ons geen kattenpis is. En wat mij betreft komt nu de kat op het koord. Dus als jullie vragen hebben, opmerkingen, beledigd zijn, laat het weten. De voor CAT of voor heel RDO, voor de, dat hele programma? Ja. Het RDO-team nu weet ik niet precies. Ik denk dat het op het hoogtepunt 200 mensen is geweest voor 20 projecten. En een security en een privacy operatie, want we hebben ook nog een hele privacy operatie natuurlijk. Want al die dingen moeten wel een DPIA hebben, dat is best veel werk. En we hebben natuurlijk de nodige fraudezaken gehad. Het security team is een man of 15. Dus allemaal niet heel, heel goed. Nou, een tweet. Wat ga ik doen als de katten op zijn? Nou, dan stuur ik een tweet uit en dan hebben we er weer 100.000. En er is echt zoveel toffe dingen die je nog allemaal in boefjes kunt stoppen. Bijvoorbeeld een Sonacube zou ik dus heel erg tof vinden. Iemand schrijft slechte code, wij detecteren dat. En dan mag je. Ja. Ja, ik had een vraag voor Ron. Die vroeg van de week voor de corona-check. Of het een goed idee was om de private keys te publiceren. Om dat ongeldig te maken.
Maar je had het ook over HSM's. Betekent dat er voor de corona-check geen HSM wordt gebruikt? Nee, dat zeg je te kort door de bocht. Ik geef hem zo aan je, Mendel. Maar je moet een onderscheid maken. We hebben twee toegangsbewijzen gehad. Een corona-toegangsbewijs en een Europees DCC. Wij vonden het namelijk een heel stom idee dat iedere burger straks aan iedere bouncer een volledige medisch dossier ging geven. Dus we hebben dus iets gemaakt wat puur Nederlands was, waarbij je niets kunt afleiden en precies het goede antwoord krijgt, namelijk groen vinkje of niet. Over dat laatste hebben we het. Maar Mendel kan, is het een goed idee? Mendel gaat u ja zeggen. Maar... Wat is Mendel? Het is zijn idee namelijk. Ja, ja. Er zit iets meer achter. Kijk, de vraag was, zit het niet in de HSM? Nou, die voor de corona-toegangsbewijs, voor het Nederlands toegangsbewijs. Nee, dat zat niet in de HSM. Omdat we hebben daar veel moeite in gestopt om dat proberen wel in de HSM te krijgen. Dat is niet gelukt binnen de tijd die we hadden. Dus nee, die zaten niet in de HSM. Daar gebruiken we hele hippe cryptografie voor. Dat heeft als nadeel dat het niet standaard is. En dus niet standaard supported is. En dan kom je dus op de vraag uit, is het verstandig? Nou, daar hebben we morgenmiddag een meeting met de community over. Dus wees welkom daar. Online is dat gewoon... Eventjes, en we hebben de moeite ingestoken, is tot het niveau dat we serieus overwogen hebben, moeten we eigen HSM gaan maken? Ik heb ook een vraag. Is de registratie gelukt? Dat is fijn. Vraag 1. Uit het boek Code Rood van Peter K. en Thijs Broer over de omgang van de Nederlandse politiek met corona, leid ik af dat Hugo de Jonge flink zijn stempel ergens op kon drukken. En gaandeweg zijn medewerkers ertoe bracht het onmogelijke te doen. Nou, we weten waar dat toe heeft geleid. Maar waar jij nu over vertelde, in hoeverre hebben we dat aan Hugo te danken? Je zegt een heleboel dingen in één keer. Ja, ja, maar jij hebt gezegd dat je 10 meter van Ron af zat. Hoe ver zat je van Hugo af? Nou ja, 1 stap extra dus. Dat, ja, of 2 stappen extra dan, want er zit ook nog een secretaris-generaal. Maar we kwamen hem gewoon op het ministerie nog wel eens tegen. Hij kwam ook wel eens... we hebben een kanaal, dat heet de Bananenboot. En dat is gewoon een Jitsi-kanaal. En daar is hij ook een paar keer ook geweest. Hij heeft ook een aantal keren bevonden. Want er is bijvoorbeeld over 1G, 2G, 3G heel veel discussie geweest. En is hij ook die discussie met ons wel eens aangegaan. Dus ja, wij hadden goed toegang tot hem. Heeft hij ergens een stempel opgedrukt? Ja, natuurlijk heeft hij dat. Hij heeft ook heel veel risico durven nemen. En je had ook namelijk kunnen zeggen van, nou, weet je wat, we doen de ICT gewoon zoals het altijd draait. Dus dan gaan we het aanbesteden en dan over 6 maanden gaan we eens beginnen. Die luxe was er allemaal niet. Dus ja, en hoe kijk ik terug naar hem? Ik denk dat hij een aantal dingen echt wel goed heeft gedaan. En in een tijd dat het best ingewikkeld was. En ja, er zijn ook hele stomme keuzes gemaakt die wij zelf heel ingewikkeld vinden. Maar qua technologie en zo hebben wij... Ja, eigenlijk kunnen doen wat wij wilden en wat wij dachten dat oprecht goed was. Dus hij heeft jullie de ruimte gegeven? Ja, en ook gewoon de budgetten om dit soort dingen te doen. Je had ook de keuze kunnen maken, nou, we schalen af op security. Als jullie het niet aankunnen, dan doen we gewoon dingen niet. Of dan gooien we het gewoon ergens bij een sok naar binnen. En dan is dat het maar. We hebben geprobeerd om juist dat niet... En juist niet zo erin te staan. En dat, die ruimte moet je wel krijgen op een ministerie. Goed. Nog eentje. Jeroen. Moment. Er is een oud RDO'er ook trouwens. Dat, jij bent straks pas, hè? Jeroen heeft ons aan Zamat geholpen. En bedankt. Nee, was tof. Ja, full disclosure. Ik was betrokken bij het project. Laten we het daarbij. Tijdens het project en daarna heeft Ron heel vaak gezegd van, goh, binnen Nederland en Nederland ICT en overheid zou dit project veel meer bekend moeten zijn door de manier van aanpakken, omdat we
Oké, heel erg snel en af en toe inderdaad met persoonlijk leed. Maar als je die tijdsdruk iets meer eraf zou halen, had je een mooi doorlopen project. Dat zou best wel een mooi voorbeeld zijn voor de overheid Nederland. Van kijk, zo kun je je ICT-project ook aanpakken en dan krijg je dingen die wel werken en et cetera. En daar heeft Ron heel vaak gezegd van joh, dit moeten we gaan ventileren. Zijn daar nog stappen in gezet, plannen over om de rest van politiek Nederland te vertellen van kijk jongens, zo kan het ook. Nou ja, hij is nu directeur-generaal bij Binnenlandse Zaken, dus hij zit nu aan de knop om dat te kunnen gaan doen. Dus ja, ik hoop wel dat die stap gezet wordt. Gaat dat gebeuren? Nou, daar is door de het heet het bureau ICT-advies. Nou, het heet vroeger bureau ICT-toetsing, het BID. Die heeft gekeken naar coronamelder en daar een behoorlijk positief rapport over geschreven. Er komt binnenkort een rapport voor van de Algemene Rekenkamer over de security van corona-check. Ik lig daar niet wakker van. Er wordt breder naar gekeken en er wordt wel naar gekeken. Gaat dit beklijven? I don't know. Ik hoop dat CAT, misschien zo'n katalysator, dat is trouwens ook nog, een katalysator kan zijn, een deel van dat verhaal in ieder geval ook in de andere overheidsorganisaties krijgt. En dat lijkt te gaan lukken, want de minister van JNV heeft toegezegd dat CAT door BZK gaat worden uitgerold over de hele Rijksoverheid. Dus ik heb Ron meteen een appje gestuurd. Hey, ik hoor net dat je eerste nieuwe dienstopdracht hebt. En ik vond het ook bijzonder dat JNV dat vast heeft beloofd namens ons. Maar ik ben het er niet mee oneens. Dus dat is iets wat heel hoopvol is. En ook gewoon dat deze open manier van werken gewoon wel kan, hè? Ja, vraag. Ik vind het hartstikke mooi dat de corona-app als open source is uitgebracht. Ik zag net, als ik goed heb, OpenCAT wordt ook open source. Is dat een nieuwe trend binnen de overheid? Wat mij betreft wel, maar ik ga daar niet over. Maar het is toch ook door ons geld betaald. Dus het is toch ook gewoon logisch. En weet je, laten we ook gewoon het speelveld voor iedereen dan ook gelijk trekken. Iedereen kan de tool pakken, verbeteren, er wat mee doen en gewoon een business case opbouwen. En als je er even over nadenkt wat je met deze manier, want we hebben eigenlijk een soort besturingssysteem gebouwd, wat je daar verder mee zou kunnen doen. Weet je, een van de dingen die wij nog willen gaan doen is als er een volgende ronde komt met testaanbieders, is gewoon geautomatiseerd de hele Kamer van Koophandel ophalen. En als zij hun bedrijfsstructuur veranderen, want dat zijn soms kerstbomen van 8 bedrijven, dat je gewoon een signaaltje krijgt en gewoon opbelt, hey vriend, we hadden met elkaar de afspraak dat je van bedrijfswijzigingen ons op de hoogte zou houden. Wat is dit? Dat soort dingen die gebeuren nu gewoon in het geheel niet. Dus zo'n register wordt niet eens gebruikt voor het doel waarvoor het eigenlijk is gemaakt. Ja, dat kun je nu gewoon gaan realiseren. Dus ja, ik hoop dat dat wordt opgepakt. Maar dat is ook aan ons. Ik vind de lef om dit zo te doen voor de Nederlandse overheid best wel groot. Want zoals sommigen weten doe ik ook nog wel eens een WOP-verzoek zo links en rechts. Daar is de ervaring soms net iets anders. Heb je al een nieuwe domeinnaam? Ja, Dr. Wo. Maar ik moet er nog wat op gaan zetten, maar drwo.nl, want ja, het wordt dus de WOP is nu de wet open overhuis geworden. Maar het is heel erg jammer dat Ron positief getest is en er nu niet bij is, maar ik heb hem de data voor de volgende conferentie gegeven en ik ga hem er echt aan houden dat hij daar ook is. En daar kunnen dit soort vragen wel aan de orde komen. Nou, dan kun je hem gewoon te verantwoorden. Daar hoef je niet eens naar te vragen, denk ik. Wat heb je gekost en wat heb je bespaard? Ja, dat vind ik in security altijd een hele ingewikkelde. Want ik weet dus niet hoe het leven eruit had gezien als we dit allemaal niet hadden gedaan. Want dat kun je nooit bewijzen. Dus wat heb je bespaard? Ja, weet je, als je één groot incident hebt bespaard met bijvoorbeeld coronacheck, heb ik in ieder geval bespaard dat Nederland
niet thuis hoefde te blijven tijdens de zomervakantie vorig jaar. Of met Brani Banani hebben we bespaard dat er geen rellen zijn uitgebroken, omdat de vaccinatiecampagne niet is begonnen om ICT-redenen. Dus, ja, weet je, ik vind dat aan een crisis vind ik het heel ingewikkeld om daar een puur plaatje aan op te hangen. Ja, als zoiets als krat blijft gaat beklijven, ja, dan is natuurlijk de waarde van alles wat we hebben uitgegeven, is natuurlijk gewoon peanuts. Op voorkomen, ja, dus ik weet het niet. Wat ik ben ook gelukkig geen boekhouder. Wat zei je net? Nou, Brenno, bij security is altijd, het kost een heleboel, maar dan heb je ook niks. Ja. Ja, weet je. Dat is precies wat het is, ja. We hebben heel veel dingen ook gedaan om in de Tweede Kamer, zeg maar, dingen ook gewoon voor te zijn. En dat bewijzen is natuurlijk ook gewoon, als je een wet er doorheen wil krijgen en de discussie is, zit de security wel goed? Het gevolg van onze aanpak bij coronamelden was dat geen Kamerlid nog maar iets durfde te zeggen over privacy en security. Ondanks dat er een toezichthouder een andere mening had, was iedereen overtuigd. En zelfs die toezichthouder heeft later zijn mening bijgedraaid, omdat wij konden bewijzen. Dat vind ik misschien nog wel de allergrootste pre van transparant. Hè? Als je het gewoon allemaal daar hebt liggen, is het niet ik zeg dat het goed zit. Nee, kijk naar de documenten, lees het zelf. Jullie hebben een fantastisch project gedraaid, mede door een onder druk flexibel inkoop-inhuurbeleid. Ja. Hebben jullie gewoon echt de juiste mensen op de juiste plek kunnen zetten. Gaan we dit vaker zien binnen de overheid? En zo, nee, ja, hoe gaan wij daarvoor zorgen? Een hele goede inkoper zei, de grootste gevaar voor de ICT bij de overheid zijn de inkopers. Ja, ik denk dat het niet goed gaat komen als je weer terug gaat vervallen in de oude structuur, waarbij het dus loont om na een aanbesteding van alles te gaan opwerpen aan problemen, zodat je daarna weer dat kunt gaan oplossen en meer kunt gaan vangen. De prikkels zijn, vind ik, best wel pervers. En het is, vanuit mijn positie heb ik er heel veel moeite mee dat het dus zo loopt. En dat dus ook zo'n leverancier het dan oké vindt. Ik heb toch op een gegeven moment een contract, dus ik stuur maar, ook al heeft iemand misschien nog nooit een computer aangeraakt, dat leert hij op het ministerie dan wel. Die hele houding moet natuurlijk gewoon anders. Het is natuurlijk best bizar dat ICT is zo groot en dit is de groep die, zeg maar, het wel snapt. Dat is, die zal misschien nog een keer eens zo groot zijn, die zaal. Maar dit is wel vind ik een heel groot probleem. Hè, dat dit soort vakbijeenkomsten toch niet zo worden omhelst als je zou willen. Dus ja, dat vind ik wel een ding. En wat mij betreft mag dat hele aanbestedingsbeleid volledig op de schop. Ja. Brenno, open source draait heel veel om samenwerking, hergebruiken wat anderen doen. In hoeverre is er samengewerkt met teams in andere landen die tegelijkertijd soortgelijke dingen aan het doen waren? Er is samengewerkt, vooral bijvoorbeeld voor uitwisseling van gegevens en zo. Het probleem is alleen dat gewoon op Europees vlak wordt samengewerkt, maar iedereen zat gewoon in crisis. Dus iedereen was ook gewoon heel erg met zichzelf bezig. Tweede was, wij hadden in Nederland heel snel door, door een paar briljante geesten die ook in deze zaal zitten, dat wij misschien wel de lead moesten gaan nemen. Hè, dat bijvoorbeeld zo'n Europees coronabewijs geen paspoortnummer gaat bevatten, geen foto's gaat bevatten. Dat waren onze strijdjes die we moesten strijden. Dat was echt wel ingewikkeld. Dat sommige landen, ik ga geen namen noemen, want ik wil echt geen ruzie met de Fransen, maar, want ik ga er binnenkort op vakantie, maar dat die nogal van de centrale systemen zijn. Centraal was alles. En dus de oorlog die je moet vechten is dat het decentraal is en op zo'n manier dat ook Frankrijk het comfort heeft om ons toe te laten.
En dat doel van dat hele bewijs was natuurlijk dat al die landen niet opeens eigen regels gingen verzinnen, maar dat we iets uniforms hadden. Dus daar lag de focus veel meer op. Maar echt gezamenlijk aan projecten ontwikkelen, ja, dat is best lastig. Weet je, Duitsland heeft bijvoorbeeld één marktpartij heel stevig in het zadel gedrukt. Die hebben niet heel veel belang bij dat de stel hackers uit Nederland dat wel even gaat fixen. Dus daar hebben we niet echt de tijd voor gehad om dat, ja. Tijd voor de laatste vraag. Een heel korte. Elke cluster die ik zie bij de overheid eist dat je ervaring bij de overheid hebt. Dus heb je tips om, misschien om hoe je daar binnenkomt? Mendel, nu wordt hij te ingewikkeld. Ja, kijk, de eis is dat je ervaring met de overheid hebt en dingen met de overheid hebt gedaan eigenlijk. Dus ik heb gewoon opgeschreven welke rechtszaken ik allemaal tegen de overheid heb gevoerd. En toen had ik ervaring. Ja, maar dit zit dus ook weer in dat perverse systeem van die rare prikkels. Ik zou één voorbeeldje geven. Er is een mantel voor pentesten. En, een wat? Een mantel heet dat. Dat heet een mantel. Ja, ik wou gaan zeggen, we moeten mantels verbieden. Ja, nee, maar dat is een mantelovereenkomst. En dan mag je uit die partijen eigenlijk kiezen en dus niet uit andere. Ik zeg, maar ik vraag nu hele specifieke dingen waarvan ik gewoon weet dat ze dat niet kunnen. Ja, maar dan kunnen ze ook een Grieks bedrijf, ik citeer nu, kunnen ze ook een Grieks bedrijf inhuren dat het voor je gaat doen. Dus ik zeg, dus ik moet nu het politieke lot van de minister gaan ophangen aan een Grieks bedrijf dat niet het begin van een idee heeft hoe de politiek in Nederland werkt. Ja, maar dit is hoe de regels zijn. Zeg, snapt u dan dat het voor mij veiliger is om gewoon geen onderzoeken te doen, dat risico kleiner is, dan dat er straks een rapport ligt met hele rare bevindingen erin? Of die gewoon niet... mijn hele strijd is, laten we het feitelijk houden en daar een discussie op voeren. Dan zou je dus in één keer gaan opblazen. Dus toen ben ik gewoon pentesters gaan inhuren. Dus gewoon neuzen gaan inhuren, want... op die manier kun je gewoon die standaard wel hoog houden. En daar is dus ook wel kat een gevolg van. Nee. Hartelijk dank. Dankjewel.